Hi, welkom. Welkom in Motivatie Maandag. Zoals je weet, bij Motivatie Maandag bespreek ik 3 punten. 1. Hoe was mijn afgelopen week? 2. Wat is de quote van deze week? En 3. Hoe ziet mijn aankomende week eruit? Laten we maar beginnen. Ja, punt 1. Ja, mijn afgelopen week was hectisch zoals altijd, maar het mooiste van afgelopen week was is dat wij nu eindelijk een systeem hebben dat overzichtelijk is. Want sinds de lancering van de backend van onze nieuwe website, de Engelse website, krijgen we veel aanvragen binnen. En het probleem met dat is, we kregen op een gegeven moment niet genoeg overzicht van wat wel gedaan moet worden op juist tijdstip. Maar nu wel. Nu wel. Dus we hebben eindelijk een systeem gevonden waarbij we het Nederlands gedeelte en het Engels gedeelte samen kunnen voegen en een overzicht kunnen houden van wat wel of niet gebeurt. Dus wel ideaal. En de enige voorwaarde dat we eraan hadden is dat het gekoppeld moest zijn aan de website. En dat is nu wel gelukt. Dus de backends zijn allemaal vernieuwd. Nu alleen maar op frontend. Dus met andere woorden, wat jullie daadwerkelijk zien van als je op de website gaat of bepaald systeem aanmeldt. We hebben helpdesk. Daarin kan je gewoon jouw vraag gewoon stellen. En vervolgens krijg je binnen een aantal minuten of een uur een antwoord op jouw vraag. En vervolgens leggen we je uit of we jou wel of niet kunnen helpen. Best wel ideaal, want dit systeem zorgt er ook voor dat ik onderweg ook bepaalde vragen kan inzien. En gelijk contact kan opnemen met bepaalde mensen. Dus ideaal. Dus vorige week waren we mee bezig. Een beetje aan het struggelen wat wel of niet werkt en hoe we dat het beste kunnen gebruiken. Kostte best wel veel tijd. En het gevolg daarvan is dat, ja, sommige opdrachten heb ik wel afgekregen. En sommige opdrachten, daar ben ik nog mee bezig. Dus vandaag leef ik alles in. En morgen heb ik de cursus af die ik aan het volgen ben. Gaat over onderhandeling en hoe je slim kan onderhandelen. Best wel handig. En zo was mijn afgelopen week. Dus best wel druk bezig met het systeem zelf. En ondertussen gewoon een paar vragen beantwoorden, vragen afronden en opdrachten afronden. En als het goed is, ik heb gisteren even iemand geholpen met een opdracht. Ik moest bij diegene op locatie zijn, dus daar had ik gelijk alles afgehandeld. Dus dat is wel mooi, diegene was wel blij. Ik kom bij het tweede punt, de quote van deze week. De quote like, it's better to try and fail than to never know and always wonder. Ik ben tot zover eens. Ja, ik ben het helemaal eens met deze quote. Omdat, kijk. Bij sommige punten ben je gedoemd om te falen. Ga je zo direct een voorbeeld geven. Bij sommige punten is het handig om te blijven proberen tot je te slaagt. Ja. Ga ik ook nog een voorbeeld geven. Kijk, er is één klant die ik vanaf het begin al wil hebben. En dat is Riot Game. Je kan het even googlen wie ze zijn. Ze maken games, maar ze maken niet zomaar games. Die games die ze maken zijn vet. Ik speel ze ook. Dus vandaar. Hun zou ik ook als klant willen hebben. Maar het is heel moeilijk. Omdat ik weet wat er voor nodig is om hun als klant te krijgen. Ik ben geen ezel die steeds gaat proberen tot ik hun als klant ga krijgen. Nee. Ik ben wel die ezel die gaat uitzoeken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de nodige dingen kan krijgen om uiteindelijk hun als klant te krijgen. Zie je het verschil? Maar ja, in een bepaalde situatie, zoals als je wil groeien, dan is het handig om het te proberen. En kijk, bijvoorbeeld als jij wilt afvallen of wat dan ook, blijf proberen. Want uiteindelijk kom je er al. Want je leert onderweg nieuwe dingen dat bij jou past. Niet van die standaard dingen dat mensen je aanbieden. Tegenwoordig noemen iedereen zichzelf een expert of wat dan ook. Maar onderweg leer je dingen dat bij jou past en wat bij jou past. Want afvallen is gewoon puur jouw eetgewoonte. Als je eetgewoonte gewoon goed aanpast naar jouw manier van eten, dan lukt het altijd. Dus dat is een voorbeeld dat ik, dat zijn twee voorbeelden. Dus met deze quote ben ik 50-50, zou ik zeggen. Ik ben er niet helemaal mee eens, maar 50-50 zou ik willen zeggen. Maar dat is deze quote. Laat me weten hoe jij hieronder tegenaan kijkt en wat voor invloed deze heeft op jouw leven of jouw week. Laat me hieronder weten. Kom bij de derde punt. Hoe ziet mijn aankomende week eruit? Nou, volgeboekte afspraken.
een beetje irritant op een gegeven moment. Want dan zit je soms de hele dag gewoon met mensen te praten. Niet dat ik wat tegen mensen heb of wat dan ook. Het is gewoon van, leave me alone. Ik heb ook dingen te doen. Dus dat is het punt dat ik wil maken. Kijk, als je een dag hebt met alleen maar afspraken, dan heb je niet echt een dag. Je hebt gewoon een dag dat jij gewoon met je klanten moet praten en een bepaalde oplossing aanbiedt. Heel leuk en aardig, maar het is voor mij niet het gevoel van dat ik iets heb gedaan die dag. Want ze komen naar me toe, advies, en ja, de meeste dingen weet ik, want ik heb het al een keer meegemaakt. En that's it. En ja, dus daarom heb ik ook, op de website zie je dat ook, op bepaalde dagen kan je me boeken. En ik weet dan voor mezelf van, oké, op die en die dagen, dan is het gewoon afspraakdag. En ik ga denk ik in de toekomst, ga ik ervoor zorgen dat ik alleen op bepaalde tijdstippen geboekt kan worden. En ik moet alleen maar kijken welke tijdstip het goed komt voor de klanten, of nu voor jullie. En dat doe ik puur omdat een hele dag met alleen maar afspraken is niet leuk. Een halve dag met afspraak en volgens doen wat jij wilt, dat is wel leuk. Dus dat is het. Deze week staan er heel veel afspraken op de planning. Dus ik moet best wel veel dingen voorbereiden voor de afspraken. Dat is wel leuk, zeg maar. Zo ziet mijn week eruit. Ik ga deze week ook een paar dingen afronden, want we zijn weer aan het einde van maart. En maart is gewoon het einde van het kwartaal. Dus dat betekent dat ook veel vragen binnenkomen als het gaat om belastingrecht en hoe je ermee moet omgaan. En daarnaast moet ik nog een nieuwe bedrijf oprichten voor een buitenlandse bedrijf. En dat wordt, als het goed is, vanaf vandaag geplaatst. Die order wordt vandaag geplaatst. En dan is vrijdag is dan alles gewoon ingevoerd. Dus dat wordt spannend. Want het is werken met een bedrijf die 10 mensen en omzet is best wel hoog en de winstmarge is best wel groot. Dus dat is wel grappig om te zien. Dus kleine bedrijven die lijken niet klein, maar als je kijkt in de boeken dan zie je dat ze best wel goed doen. Dus ja, laat me weten hoe jouw week is en wat jij hieronder vindt van deze quote. En tot in de volgende video.